Het is weer dinsdag en BTV presenteert de Meta Podcast. En hier zijn jullie hosts Jeffrey en Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, zou ik zeggen. Kan goed, beter, toch? kan slechter. Altijd. Ik heb trouwens ooit gehoord dat als je de vraag stelt: alles goed, dat eigenlijk het antwoord nooit ja kan zijn, want het is nooit allemaal goed. Ja, weet ik niet hoor. Het is geregeld uh, bij mij allemaal goed. Echt gewoon ja, dat, 100%. Als je dat, dat nu echt jij. mij had gezegd, had ik gezegd: ja, zeker weten. Ja, maar dat maar omdat niet... je zei: van hoe gaat het? Ja, toen <laughs> gaat het een had een negatieve lading. Dus... Oh, Oké. Okay. Ja, het is jammer nou. dat we nu weer zo meteen moeten beginnen, zeg maar. Dat vind ik echt ja. wel jammer. Uh, waarom heet je Boep vandaag? Met een P overigens, voordat mensen ja. iets te denken. Dat is Boep dus, niet Boep, maar Boep. Ja, oh. Boep. Oh. Ja, ik uh, had eventjes geen uh, verdere inspiratie, want dingen gingen, gebeurden gewoon. Maar vorige week heette ik Dom, omdat het gewoon heel dom was hoe ik met die pizza bezig was. Mm -hmm. en, en deze week is er eigenlijk niks aan het handje, dus dan heet ik Boep. Oh, oké. Okay. Ja, je was op tijd, soort van. Maar soort van. Ja, je was er niet om precies half acht. Nee, oké. Okay. Maar ik heb een eer om hoog te houden. Ja, je pakt er graag. Uh, nou ja, we noemen het het brabants kwartiertje. Dit zijn Dennis' en vijf minuten, zeg maar. Dit ja, is, uh, dat is wel fijn. Ja, oké. Okay. Um, nou, we beginnen tegenwoordig met een uh, Pokémon feitje, dus uh, of twee, hè? Op dit moment. Um, ja, precies. Ik, even, uh, uh, ik heb sowieso niet zoveel vragen volgens mij, maar e hebben we hier feedback op gehad? Heb jij hier feedback op gehad? Uh, nee, nee, ik, ik wilde hetzelfde aan jou vragen inderdaad. Heb je er iets over gehoord? Nee. Ik ook niet. Dus uh, nee. mensen vinden het uh, wel prima, denk ik. Yes, Ze vinden het een, niet vervelend, maar ook <laughs> precies ook Ja, net als met veel dingen. Ik heb de podcast wel teruggeluisterd en ik vond het wel een leuke toevoeging. Oké, okay. ja, ik, nou, wel, ik heb wel feedback van Patrick gehad met... Uh, dat ik het met iets meer charme zou moeten brengen, maar hmm. ja, ik vind dat uh, ik vind dat toch een beetje lastig. Vooral tenminste, ik vind het niet lastig als het een Pokémon is waar echt gewoon echt geinige feitjes over zijn. Nee, maar, maar die bloem van Ivysaur en Bulbasaur. Ja, dat is een beetje waar waar dat hele ding over gaat, over Bulbasaur en Ivysaur. Dat gaat over ja de 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 bol die een bloem wordt op ja. een knop eigenlijk. En dan zijn ik we heb, niet bij Venusaur. Ik heb een technische vraag. Oh. Ja, want we hebben ook Mega Venusaur. Heeft hij een andere Dex-entry? En komt hij dan deze week of komt hij op een ander moment? Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, volgens mij heeft hij geen Dex-entry. Maar ik uh, zal eens kijken zometeen. En als hij ja. die, die wel heeft, dan komt hij uh, vandaag. Ja, Oké, okay, dat is goed. Hoop <laughs> oh, ik hoor hier iets op de grond. Ga jij maar aan de slag. Ga okay, ik even ben, iets oppakken. Ik ben je boos. Um, Oké, okay, nou komt hij. Uh, Venusaur. Nou, uiteraard, evolutie van Ivysaur. Um, is altijd nog Grass Poison. Um, nummer drie in de Pokédex. En uh, het, uiteraard, je raadt, het, je raadt het nooit eigenlijk. Zijn Pokédex entries gaan vooral over zijn bloem. Maar er zijn wel een paar dingetjes. Bijvoorbeeld, nadat het heeft geregend, ruikt zijn bloem sterker. En daar komen Pokémon op af. Het is een lekkere geur, hè? hebben we vorige week gehoord. Ja, precies. Inderdaad. Ja, en er komen ook Pokémon op af, dus het lijkt me ook dat die, dat die lekker ruikt ook, want anders dan hmm. is het een beetje raar. Ja, of, te, of er moeten Pokémon zoals Trubbish en Grimer op afkomen dan, maar... Nee, ja, ik zie honden ook wel eens op de ja, afkomen. Is... Ik wil niet heel uh, vies <laughs> okay. worden, maar dit ruikt ja. echt niet lekker, dus... Nee, true. Nou, ik ga ervan uit dat het nog steeds wel goed is. Um, okay. Er staat ook... Um, even kijken... Ja, als hij, uh, hoe meer zonlicht hij krijgt, hoe, uh, hoe mooier uh, kleuren de, de bloem gaat hebben. Um, en verder uh, ja, gaat het ook nog steeds over, uh, over um, heel veel zon is betere bloem, mooiere bloem, grotere bloem. Um, en uiteraard uh, een, een hele. Um, Iconische aanval is natuurlijk ook Solar Beam. Uh, ja. In de anime geregeld ook, uh, ook door andere gras-Pokémon gedaan. Maar door Venusaur ook. Uh, wa waardoor je, waarbij je ziet dat die grote bloem het zonlicht in zich opneemt. En dan een gigantische soort van laserstraal komt eruit. Het was uh, wel mijn favoriet Star ook beam. altijd in de games. Ja, cool. Ja, de, in de games kost het je natuurlijk twee beurten. maar het is Niet en... in Pokémon Go, maar in de main games. Nee, en Razor Leaf. Die gebruikte ik ook heel veel. Ah, cool. Ja, um, oké, okay, nou ja, dat is dus eigenlijk voor, uh, voor Venusaur. Um, en ik heb uh, meteen ook een antwoord op, uh, op de vraag, heeft de Mega Evolution dan een andere dex entry? Wat denk je? Nou, in Pokémon GO wel, want dat heb ik erbij gezocht. Dus dat ben oh, nice. ben ik benieuwd of het antwoord uh, ja of nee is. <laughs> het antwoord is nee, maar oh. <laughs> blijkbaar in Pokémon GO wel. Dus ja. wat ik even ga doen is, ik pak gewoon even Pokémon GO erbij. En dan, dan gaan we die maar eens even bekijken. Ja, het is niet heel spannend, maar wel... Er staat kijken, echt hoor. iets over Mega, dus... Vet Mega. De zaad-Pokémon. Um, uh, oh ja, Ziet-Pokémon. Dat, dat, ja, dat was, ik nog, uh, was ik nog even vergeten om te, ja. op te vermelden. Um, even kijken. Oh ja, oké. Okay. Hij, heeft, hij heeft sterkere achterpoten gekregen... omdat de bloem nog groter is geworden bij zijn Mega-evolutie. Oftewel, stiekem gaat het nog steeds over, zijn, uh, over die bloem. Ja. Maar uh, ja, ach. Overigens vind ik de... Dat is me eigenlijk, ik heb hem ooit geëvolueerd, maar het is me niet opgevallen toen. De, de shiny mega-venusaur vind ik ook best wel mooi eigenlijk. Ja, ik zat net ook te kijken. Dat ik hij dacht is, van, oh, die is eigenlijk is heel, wel cool. Ja, heel fel groen is hij. Heel fel lichtgroen. Zo van gifgroen. Ja, maar de, en dat geel uh, steekt er lekker bij af. Ja, zeker. Ja, ja, dus ik vind die wel heel erg tof. Ja. Ja. Nou, bij deze uh, Venusaur en mega Venusaur, uh, deze week. Dus we gaan er gewoon wat langzaamjes doorheen. Ja, maakt het niet uit. Lijkt me ook niet. Nee hoor, zolang we mijn luisteraars hebben. Ik zal straks ook nog even checken, eh, want de YouTube-video was vorige week natuurlijk heel laat. Um, dus of, of dat nog invloed heeft gehad. Want um, ik, ik, we hebben sinds vorige week doen we ook YouTube met video. Ja. En bij um, mijn laptop was netjes aan het editen of aan het renderen s'nachts, zoals dat heet. En ik kwam erachter dat tijdens het uh, renderen. Mijn laptop vol was geraakt. Want er stonden nog 50 andere podcasts op. En mijn laptop, zijn opslag was per ongeluk vol. En bij het renderen neemt hij nog meer opslag in beslag. Uh, dus uh, oh, hij heeft het niet. Hij, de 30 weergaves is niet super goed voor de tijd die ik erin heb gestopt. Maar <laughs> ik, ik, ik ben benieuwd of hij. Uh, maar hij was echt later vorige week. Mm, hij was echt veel okay. later. Dus uh, we gaan zien of dat deze week ook van invloed is. Ja, precies. Ja, we gaan het meemaken en uh, ja. Anders zou je denken om uh, geen video te doen? Is dat, uh, is dat dan... De nou, video's? ik zou, dan, ik zou het, het dan doen? zo... Is het gewoon zo dat mensen gewoon niet meer, willen niet meer willen luisteren, omdat ze dan per ongeluk onze gezichten zien? Ik wil, ik wil dit vooral ook even bij de luisteraars leggen. En dan dus hmm. uh, iedereen, ook de mensen die uh, via Spotify luisteren, of ze nu vaker ook overwegen om naar YouTube toe te gaan bijvoorbeeld. Dus laat het ons vooral weten. Is voor ons ja. wel goed om te weten, want het kost best wel moeite om die video erin te zetten. Ik vind het niet erg, want ik snap de toegevoegde waarde. Uh, en misschien moet het ook groeien, dus moeten we het ook de tijd geven. Maar onze vaste luisteraars uh, hebben bij mij wel uh, in de sferen dat, dat ik het belangrijk vind wat zij vinden. Uh, hoe heet het? Um, ja, nou, dat eigenlijk. Nou. Oké, okay. nou ja, ik ben ook benieuwd inderdaad. Ja, we gaan, het, uh, we gaan het horen hoop ik. Ja, we hebben geen algemeen stukje natuurlijk. Dus misschien nu ook het moment om te zeggen. waarom we pas om drie uur online zijn. Uh, we hebben later in deze podcast een uh, preview. Uh, een semi-exclusieve preview. Ik weet niet welke andere Nederlandse media. Uh, ook aan de demo hebben deelgenomen. Ja, ik heb twee YouTubers gezien. Uh, maar van. van uh, dus die zullen sowieso erover publiceren. Maar van uh, Shining. Ik was het niet. Pearl en Brilliant Diamond. Nee, het was. Um, uh, Joost speelt spellen, zat erbij. Hmm. En uh, Rikketsu. Dus, um, die ken ik niet. Nee, oh, Rikketsu is een. Uh, die ken ik wel. Ik, uh, Joost speelt hmm. spellen, zijn we niet zoveel. Maar Rikketsu doet ook vaak shoutcasten op de Nintendo Stand bij First Look en zo. Ah, oké, okay. ja. En zo, ja. zoals de naam al doet vermoeden, First hij heet Rick. En hij is fan van Pokémon, Pikachu. Rick mm -hmm. Ja, uh, dat is zoiets dat. gokt ik al. Nou ja, Joost speelt spellen ken ik ook alleen maar omdat ze daar wel eens over hebben gehad bij lekker spelen, dat heb ik ook verder nooit gekeken. Want... Wil je dat nooit meer zeggen hier lekker spelen? We gaan er geen reclame voor maken. Te <tijd> laat. Ja jammer. En straks luisteren ze ook? Nee, dat denk ik niet. Maar dat zou toch wel geen zijn. Uiteraard luisteren ze, zeker weten. Iedereen. Procent. Iedereen. Nee. Um, dus dat was één. En um, ik wilde uh, nog iets zeggen, maar dat ben ik een beetje kwijt. Uh, dus uh, <laughs> misschien komt de, dat dan de, 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 het exclusieve gedeelte of zo of wil je daar straks over hebben of wat exclusieve gedeelte ja nou ja goed zeg maar waarom ja, omdat we dus een preview... Oh, ik heb een preview gehad en die gaan we dus behandelen. Hier zo, heel goed, dat was ik aan het vertellen. En um, daar zit een embargo op en die verloopt morgenmiddag... voor ons morgenmiddag nu nog om uh, drie uur. Ik mag het wel met Dennis bespreken, dat heb ik nog even nagevraagd. Dat onderdeel is van onze contentcreatie uh, en dan nice. mag het dus wel. <laughs> het grote voordeel is, ik heb met previews nog wel eens dat... Uh, en met reviews dat je bepaalde dingen niet mag zeggen. Uh, maar ik heb nu geen regels meer gekregen anders dan... Hou je mond, Siribronnen doorheen te platen. Ik mag geen, uh, normaal mag uh, ik mag niks anders vertellen dan wat ik gezien heb, maar dat kan ook niet. Dus er is eigenlijk geen beperking, dus we kunnen alles bespreken. Uh, alles? Uh, wat ik gezien heb, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, oké. Okay. Maar ik had dus nog iets wat ik wilde vertellen, maar dat ben ik even kwijt. Hmm. Um, ik heb geen Spotlight Hour gespeeld. Niet, maar het was nee. dubbeldust. Was dubbel dus. Ik zat in de auto, ik, ik kon niet spelen. Zeg maar op de, op de snelweg, zeg maar. Nee, dan is het, een plus? Nee, daar werd ik niet op de snelweg, kan ik je verklappen. Oh, nee, tuurlijk. Nee, je hebt gelijk. Ja, je dus, was nog onderweg dus. Ja, ik was uiteindelijk om vijf voor zeven of zo liep ik naar binnen. En toen moest ik nee. mijn eten nog opwarmen en... Ja, ik was naar een uh, e-sports e gaming en gamification evenement vandaag. Wel heel interessant. Okay. Uh, Pokémon Go werd daar ook nog een aantal keer genoemd als, uh, hoe noem je dat? Als, als game die heel erg inzet op uh, mensen aan het bewegen krijgen natuurlijk. Hè, hoe combineer je uh, gamification, serious games en uh, bewegen? Nou, daar mm -hmm. was Pokémon Go werd echt een paar keer genoemd, ook ja, uit terecht. onderzoeken. Uh, maar verder, nee, geen Gastly, spo Gastly, Spotlight Hour gespeeld. Nee, nee. oké. Okay. Ja, Gastly of Ghostly, dat is maar net hoe je het zelf wil uitspreken. Want de een is de Amerikaanse uitspraak en de andere is de Britse uitspraak, dus... Ik vind de Britse mooier. Ik vind Brits altijd mooier, dus... Ja, dan weet ik, je bent Engels docent. <laughs> ja, maar hoe dan ook. Uh, ja, dus helaas geen Shiny Ghostly voor jou, vet jammer. Nee, maar die had ik echt al meer dan <laughs> oh. genoeg, dat kan ik wel verklappen, ja. <laughs> Ja, oké. Okay. Nou, ik heb wel gespeeld, uiteraard. Uh, Dubbel dus, dus uh, dat wil ik sowieso wel heel graag. Ja. Um, ik, uh, ik heb evengoed maar iets van 45 minuten gespeeld, omdat zo groot ongeveer mijn ronde is. Dus uh, het moet wel echt heel interessant zijn als ik het volledige uur wil spelen. Um, maar, maar toch gewoon wel een grote ronde gemaakt deze keer. Nog wat, uh, wat questjes erbij, ook al was het niet heel interessant. En ik kwam achter iets waar ik liever niet achter was gekomen. Oh jee. Want in het park, in ons park, in de buurt, is er nu een spinnerrack nest Oh, ja, superleuk. Maar dat is uh, met het oog. Uh, op, ja, maar... maar ik ga er. Of, of, of moet ik wel blij mee zijn. Want ik ga er zelf vanuit dat dat hele nest weg is, zodra het evenement is begonnen. Ja, dat is de vraag. Dat zit ik me inderdaad nu ook gelijk af te vragen. Dat weet ik niet. Want dat verandert meestal op donderdag geloof ik. Dus dat zou dan, uh, zou dan overmorgen zijn dat hij dat ja? roteert naar iets anders. Ik weet het niet, dat zou hm. kunnen. Maar dat ja, goed, is ik, om ik de het om twee weken, hè? Ik ga het wel checken. Ja, ik weet niet hoe lang deze er al zit. Ik ga het hm. ook wel checken, maar ja, ik vrees dat hij toch wel weg is. En dat is natuurlijk gewoon super zonde. Dan komt zijn ja. Spinnenrek uit en dan. Oh, hé, hey, heel veel spinnenrek. Oh, nee, toch niet. Nu is het weer iets anders. Dus dit nee. waarschijnlijk. Dus ja, dat. Maar voor de rest uh, lekker gelopen. Was droog. Mooi, mooi. Oké, okay, nou dat is uh, in ieder geval uh, fijn. Dan denk ik dat we door kunnen naar het uh, Pokémon Go-nieuws. Um, en ik, ik heb het er alvast even bijgepakt. Uh, wat ik net nog wilde zeggen, denk ik dat het was, was dat ik uh, uh, mijn, heel blij ben met mijn nieuwe microfoon. Mijn geluid is echt beter geworden, vind ik. Maar daarvan hoor ik ook graag van de luisteraars wat ze daarvan vinden. Ja, nou toevallig heb ik, uh, zoals ik vaker doe, uh, het begin van de podcast weer geluisterd. Um... En ik vond jouw geluid wel echt duidelijk beter dan mijn geluid. Dus ja, ik weet niet nou, of dat echt aan je microfoon lag of aan iets anders, maar. Nou, dat ja. was de verandering. Ik zal eens kijken hoe duur die is. Want ik, ik, wel... uh, ik hoorde wel echt een heel duidelijk verschil tussen onze twee microfoons. Ja, we hadden natuurlijk ook uh, dezelfde microfoon. Uh, oh ja, die is ook wel duur. Eh. Ja. Uh. Nee, want ik wil best wel een keer uh, investeren, zeg maar binnenkort nog een keer. Mm -hmm. uh, dat jij ook uh, zo'n uh, vooruitgang kan maken. Ja, nee, ja, snap ik. Kijk, weet je, uh, en, en voor mij hoeft het verder ook niet per se hoor. Want ik bedoel, dit werkt ook. Alleen het was wel een heel duidelijk verschil. Ja, ja nee, dat ben ik met je eens. Ja, hij is uh, 200 euro. Dus, uh... Ja, het is wel pittig inderdaad. Ja, dus ja, weet je. Uh, wat mij betreft houden we het gewoon lekker zo. Maar ja. Uh, yeah. Je hoort het ja. wel. Ik, ik uh, stuur er gewoon op aan dat de volgende podcastmicrofoon weer door mij getest wordt. En dan krijg jij deze. Ja, precies. gewoon <laughs> zo. Ja, <laughs> um, dan naar het nieuws, want daar uh, begon ik net uh, over. Uh, oh, de Albert Heijn komt ook wat laat misschien. Dus dan weet je het alvast. Dennis. Sorry daarvoor. Oké. Okay. Het is weer zo'n avond. Dan ben je alvast Leuk. voorbereid. Ja, maar de wegkom. pizza was nu op tijd. En dan ga jij zo lopen doen. Ja, dat is uh, hoe het gaat. Hè? Vo vorige week was jij te laat. Niet eens de pizza, jij was te laat. Nee, joh, helemaal niet. Daar weet ik niks meer van. Vorige week woensdag was het het Niantic's Birthday Event. Oh, oh inderdaad. In hoeverre je dat een event mag noemen, want het we kregen een of andere. Frotbox met daarin een Fasty en een Charsty een Lucky Egg die Dennis ook nog eens vaak weggooit en 50 Pokeballs. Hé, hey, ik gooi ze nooit weg, maar ik gebruik ze wel gewoon. Oh, redelijk okay. random. Maar ik ja. zal ze nooit weggooien, want ik bedoel, dan zet ik ze gewoon aan. Nou, oké, okay, vooruit, vooruit. Hm. Maar dat, is wel, dat was wel slecht, hè? Ja, best wel. Weet je wat het ook is? Nou? Ik ben hem vergeten te claimen. Oh, nou, je bent niet de enige. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat ze hem waren vergeten te claimen. Dus, ja, uh, maar ik had ook zoiets van, nou ja, goed, dan maar niet. Ik bedoel, ik kom wel prima zonder. Ja. ja, hier heb je niks aan gemist. Voor de vergelijking ben ik ook gaan kijken naar wat we vorig jaar kregen. En daar was, ik vond vorig jaar karig, maar dat was eigenlijk nog veel. Ja, Want klopt. Zeker we weten. We een, een special research met ook een star piece. En volgens mij ook een incubator. En dat soort dingen erin. Ja, en hadden we toen niet ook de feesthoedjes Of was het een ander evenement? De feesthoekjes, nee, dat, hoekjes, was... De, dat was en een retricated. ander evenement volgens mij. Oh, ja, okay. Maar we hadden wel uh, dubbel uh, catch candy. En, en um, dubbele ja, uh, Verhalen dus. Ja, in ieder geval bonus inderdaad. Volgens mij ja. hatch afstand gehalveerd, dat soort dingen. Ja, ja nou ja dit, is, dit was echt bizar uh, ja we zijn jarig hier nee wat gratis niks. spul maar eigenlijk is het net niks nee ja nou ja precies dat ja. Um, wat vorige week hebben we het in de podcast al even over gehad hè die mijlvaartbalon ik heb het gevoel trouwens ondertussen dat hij wat meer spant Zeker weten. Ik... oké okay, ik wil zeggen het kan ook toeval zijn namelijk ja nee maar dat dat zou wel heel toevallig zijn want uh, ik heb ook het gevoel dat hij meer spant want Waar we hem allebei vorige week nog maar één keer hadden, heb ik hem nu inmiddels een stuk of zes keer gezien. Ja, ik wilde al zeggen, inderdaad, misschien wel tien keer. Dus ja, um, ja oké. Okay. Nee, dan klopt dat. Wat, wat, waar ze die bug dan hebben opgelost, hebben ze ook de Team Go Rocket truc uh, opgelost, ja. natuurlijk, voor, uh, voor uh, Rufflet. Dat was wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ja. Nou, was het natuurlijk al bijna het einde van het evenement. Dus je hebt mm -hmm. er nog best wel lang van kunnen genieten. Maar... Ja. Ja, vervolgens moet je wel echt vijf rockets gaan doen. En dat kost gewoon heel veel tijd. Uh, niet zozeer om de battles te doen. Ja, ik bedoel, dat kost ook tijd. Maar om er uh, vijf te vinden en zo, dat is niet altijd even makkelijk. Nee, nou precies. Um, dan deelde Niantic een berichtje dat we met z'n allen 56,1 miljard kilometer hebben gelopen in zes jaar tijd. sloeg dus natuurlijk nog op hun verjaardag. Uh, ik kreeg al veel reacties op van ja, maar ik heb mensen die, uh, 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 hoe heet het, die, uh, die zitten op, uh, op hun drift al met 100 kilometer per week, die tellen ook ja. mee. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus in hoeverre we echt gelopen hebben, maar ik heb wel meer gelopen ook. Ja, nou ja, goed. Het, hoe dan ook ga ik er echt wel vanuit dat het grootste deel gelopen is. En dan zijn, ja. er, er, zijn er natuurlijk ook gewoon genoeg die, uh, of inderdaad drift uh, gewild of niet. Uh, of uh, gewoon in zo'n phone swing uh, hun, hun mobieltje zetten en daarmee kilometers maken. Ja. Maar ja, ik ga er nog steeds vanuit dat het merendeel wel daadwerkelijk bewogen is. Mm -hmm. Nee, dat, dat hoop en denk ik inderdaad uh, ook. Dan, even kijken, is er, uh, was er een Halloween-teaser? Daar komen we natuurlijk zo meteen op. Even kijken, dan ja. was er een nieuwe Pokémon Go-versie die eindelijk is verschenen. Ehm. Um... Die nu ook echt voor iedereen er was, zaten daar echt uh, nee het kwam met wat verbeteringen. Uh, al die oplossingen, ja, ik heb gisteren gisteren kreeg ik een voorst, inderdaad. Maar ja. wat het uh, ja, verschillen merk ik in ieder geval niet. Maar ja, goed, dat is wel vaker zo. Amper, inderdaad. <coughs> Dan was vrijdagavond het nothing, Dell about the skill-ticket uh, te koop. Vind Ik ook nog wel mooi want ik, ik krijg iedere maand. Uh, ongeveer vanaf 24 uur voor Community Day, uh, of nee, eigenlijk vanaf donderdagavond moet ik zeggen: de vraag waarom is het ticket er nog niet? En ik kan altijd zeggen: op vrijdagavond om 7 uur gaat het ticket in de verkoop. Want dat is namelijk kun je klok op gelijk zetten, dat is altijd zo. Ja, precies. Dus, ja. dus ook voor de luisteraars die nu luisteren: uh, dat ticket gaat op vrijdagavond om 7 uur in de verkoop. Maakt het niet uit of die op zaterdag of zondag is. Op vrijdagavond om 7 uur gaat hij in de verkoop. Als hij er dan om half acht nog niet is, dan kunnen we met z'n allen gaan klagen. Ja, precies. ja. ja. ja over klagen en... gesproken. Nee, ik was met Community Day in Nieuw-Zeeland wel de boxen vergeten aan te zetten. De boxen, als in de Community Day Box en de Ultra ja. Bolt. Ah, ja. oké. Okay. Dus. Hoe we, daar hebben wij geen last van gehad, hè? Nee. Maar die we waren wel laat. Maar de tickets, had jij die ook weer gehaald? of... Ja, altijd. Ah, oké. Okay. Ah, okay. Ja, nee, ik vond hem weer uh, onboeiend, dus ik... Uh, maar hij was niet minder boeiend van. dan de afgelopen vijf keer. Nee, maar weet je... Nee. <laughs> de ah, ja. en alles. Nou, daar gaan we het nu over hebben, want dat oh. wilde ik inderdaad... We zijn nu ook bij Community Day aangekomen. Dat was zaterdag namelijk. Hoe was je Community Day, Dennis? Ja, we hebben geluncht. Zo waar weer, een keer. Oh, het is leuk. heel lang terug dat wij hebben geluncht. Uh, tenminste, voor ons doen dan er is. Um, dus, ja, dat was wel leuk. Uh, best veel gevangen, omdat, ja, dust natuurlijk. Mm -hmm. Ik zit weer... Um, ik heb ook mijn stok leeggehaald, waar, waar nog een aantal Arduino en Chameco en Shroomish en zo in zaten. Dus dat was top. Um, ik zit weer boven de 5 miljoen dust. Dus dat, was ook wel, dat is wel weer tof. Want ik zat onder de... Uh, on, nou ja, onder de 5 miljoen, ik zat bij de, bij de 4,75 of zo. Oh, ja. 4,7 dus. Um, dus ja, uh, dat, dat was prima. Uh, voor de rest, iets van 18 shiny dusk al gevangen. whoop die doe. En um, ja, wel, wel genoten op zich van de dag. Het was, was prima weer. Het was niet super warm, maar het was, uh, uh, het was, uh, het was geen regen, dus het was goed. Nee, precies. Ja, dus wel vermaakt. En ik had geen ticket en dat was prima. Dat was prima, ja. Dat kan ik me voorstellen. Voor mij gold dat mijn broertje vierde zijn verjaardag in Lelystad. Dus we hebben daar uh, van, uh, vanaf een uur of elf tot een uur of één uh, en ook nog bij mijn ouders uh, een, een gedeelte daarvan op de bank gezeten. Dus op mijn plus met een uh, incens aan. Uh, daarna zijn we ook nog teruggereden naar huis. Dus toen was het uh, half drie, zeg maar, toen ik thuis was. En um, toen ben ik ook niet gaan lopen, want ik had nog steeds geen motivatie om naar buiten te gaan. En uh, ik heb mijn stack leeg gevangen, waar verrassend genoeg drie extra Aldeno in zaten. Want die bleek ik nog van, ik denk, GoFest of zo te hebben. Ja, nou, ik had dus die Tchemekko van GoFest. Oh ja, ik had in ieder geval van, uh, het leek van GoFest of rond die periode, waren echt oude sponsoren uit mm -hmm. mijn stack. Um, dus ik had zes Arduino, uh, uh, wat natuurlijk uh, 54.000 dust was. Dus dat is natuurlijk al prima. Ja. Um, en, en verder, ik heb. Ik, zou, ik had net even gekeken. Ik heb acht Shiny. Um, dat is niet waar. Ik had zeven Shiny. En ik heb er nog eentje van mijn alternatieve uh, accountje naar mezelf toegereld. En die werd notebene 151513. 15, 15, 13. Dus nee. dat is dan ook <laughs> nog een prima, weet je wel. De rest was allemaal nog rotzooi ook. Hmm. En. Um, toen stond ik op de bank en op de bank en om vier uur dacht ik ik ga Squid Game binge-watchen dus die heb ik in één ah, keer uitgekeken cool. uh, <laughs> dat was super vet maar dus ook ja. helemaal niet meer het duskel gespeeld nee. nee precies ja ik begrijp het wel zeg maar want Squid Game is ook wel gewoon echt een hele toffe serie ja Goed. ja um, daar, zullen, daar zullen vast de meningen ook wel over verdeeld zijn ja. Het is wel een goede serie, maar niet wat we hier behandelen inderdaad verder. Nee. Maar mocht je nou denken van, ik moet iets gaan bingen, ik had nog nooit iets gebinged. Maar dit, ik heb me echt letterlijk in één ruk uitgekeken met alleen ja, even een ik. pauze voor wc of eten tussendoor. Dus. Begrijp ik. Ja, ja. Het, is, het is gewoon echt een hele goede. Uh, Patrick ik heb hem samen avond achter elkaar gekeken. Dus niet in ja. één keer, maar wel elke avond minimaal één aflevering. Dus ja, um, maar goed. Ja, dus jouw community day was weinig community day. Ja, en om nou te zeggen, ja Stardust, maar ik had al 5 miljoen en heb nu bijna 5,3 miljoen. Dus ik, ik, was, ik voelde me ook niet genoodzaakt of zo. Hmm. Uh, en dan moet je ernaar gaan, daar kom ik zo nog wel op. Maar voor PvP heb ik ook weer een hoop, sta of een hoop, heb ik toch ook nog wel bijna 200.000 Stardust uitgegeven hmm. uh, afgelopen week. Dus ergens, um, ja, ik weet niet, ik, ik, ik kon mezelf niet goed genoeg motiveren. Ook met Stardust niet, Duskill is gewoon troep. Ja, en, precies. Dat klopt. En ik had ook gewoon die verjaardag en zo, dus ik had ook veel te doen. Ik kon pas vanaf half drie echt spelen. Hmm. En uh, ik, ik heb, uh, dat is. Uh, ja, nee, dat ja, is wat Catch of the Week, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook okay. nog een 100%je hier voor de deur gevangen, weet je wel. Ja, dus daarmee was ik ook gelijk dat ik dacht: van ja, ja. heb ik die ook? Ja, precies. Ja, ik heb ook een 100%je, een purified uh, dashcall, wel waar hmm. Maar uh, die um, ben ik vergeten te evalueren. Maar ook, het boeit niet. Nee, <laughs> het, het niet boeit erg. niemand. Nee. nee, ja. Dus dat. Nou, dat Goed. is voor, uh, voor ja. Community Day. Uh, dan was uh, zondag de laatste dag van het huidige evenement, of uh, van het vorige evenement, van het Secrets of the Jungle-event, waar wij dan wel op zich ook wel weer klaar mee waren. Ja. Um, daar hebben we vorige keer genoeg over gezegd. En toen kwam. Gisteren was de laatste dag van de Little Jungle Cup. Gaan we het zo nog wel even over hebben? Um, en. Dan was gisteren de aankondiging van Halloween. Maar daar moeten we het wel even over hebben. Ja. Maar. Joey, wat een aankondiging zeg. Nee, hoezo? Vanwege en, veel? <coughs> nou ja, twee redenen. Want uh, ik heb achteraf nog best wel, nou, best wel wat klinkt heel veel. Maar een, een dingetje of vier. Vooral een sterretje hier en daar voor Shiny en zo moeten aanpassen. Maar mm. er zat. Zoveel in. En ook nog op die nieuwe manier, waardoor ik het overzicht minder makkelijk kreeg. Zeg maar. Vroeger, zeker als ik als ik het schrijf voor MWTV, dan deed ik gewoon alles selecteren. Zet ik het uh, via een klapblok, uh, omdat je dan de eventuele HTML eraf haalt op MWTV. En dan ging ik gewoon regel voor regel ging ik omzetten. Uh, en dan niet eens altijd vertalen, maar vooral een bijpassende tekst bedenken in het Nederlands. Uh, en die ook past bij MWTV. Maar nu, uh, dat kan al niet meer, dus je moet echt alles goed lezen. Maar dan mis je soms dingen, dus dat is vervelend. Ik ga ja. even, het, uh, even uh, heel snel doorheen wat het is. En ik wil voorstellen om even, uh, want het bestaat eigenlijk uit drie stukken, om per stuk het even onderling te evalueren. Goed? Prima. Beginnen we bij het hele evenement. Uh, wat dan duurt van 15 oktober 10 uur, dus dat is komende vrijdag tot 31 oktober 8 uur. Oh, ik heb hier 10 uur gezet, zie je? Daar ga je al. Is dat een foutje? Moet ja, 8 ja, uur zijn. Ja, ja. Uh, maar daar is niemand opgevallen, Kan ik je verklappen? Ik ga ja, het wel even post anders. Nee, doe maar niet. Ik pas het wel aan. <laughs> uh, de Halloween Cup is dan beschikbaar. Uh, er is een timed research die zich focust op de Halloween Cup. Ben ik ben wel benieuwd naar. Er was ook veel kritiek op gelijk, maar goed, dat gaan we zien. Oké. Okay, ik weet niet zo goed waarom. Uh, omdat mensen die van PvP houden, Dennis. Ja, ik maar het dat... was een timed research... Oh, op de Halloween Cup. Ah, ja. sorry. Ik, ik, uh, ik dacht dat je Halloween Event zei. Maar je zei inderdaad Halloween nee, Cup. Nee, ik ja. zei Cup inderdaad. Ja, dat en zei dat... je ook. Zeker weten. Dat, dat ja. weet ik ook. Alleen ik dacht dat je Halloween Event zei. Terwijl ik wel Halloween Cup had gehoord. Um, ja. Dus ja. Maar goed. Uh, ja, ja. oké. Okay. Ja, ik, ik begrijp niet zo goed waarom mensen zich daar zo tegen verzetten. Zie dus, uh, als, we het als je er nou gewoon aan overgeeft, dan... <laughs> ja uh, Dan een special research genaamd What Lies Beneath the Mask. Uh, dubbele transfer Candy, Head Candy en Catch Candy. Een gegarandeerde XL candy uh, van je Buddy, uh, Lavender Town Music wordt afgespeeld. Uh, Halloween Mischief. Ik heb het onthouden Dennis. Pikachu, Halloween Mischief. Piplup en Halloween Mischief. Driftblim in het wild en kunnen shiny zijn. Nieuwe Avatar items, nieuwe stickers uh, en boxen. Dat is voor het hele event. Top. Ik ben nog steeds bezig om een stekker van mijn laptop in het stopcontact te krijgen. Oh, ik zie jou ook niet op dit moment. Ik zal even... Oh, nou zie ik het ook. Mensen die aan het kijken zijn, die zien Dennis ergens half uit beeld hangen. Eh, zo. Het is eindelijk gelukt. Ik ben er nog, <laughs> dus dat is het, het belangrijkste. Ik dacht, oké, okay, je bent even aan het babbelen, dus dan kan ik mooi dat even doen, maar uh, het lukt er niet. Nee, heel goed. Heel goed. Maar goed, inderdaad. Uh, mischief, ja. Heel goed. Ja. <laughs> Dus, uh, maar op zich uh, leuk. Ik vind het jammer dat er op XL Candy eigenlijk de enige bodem is, de XL Candy van je buddy. Ja, dus, dat vind ik best wel crappy. Ja, dus ik, ik ga wel kijken naar welke buddy ik dan ga pakken. En dat is misschien dan een 1 kilometer buddy, uh, dat ik in ieder geval veel kan halen. Ja, ik weet niet of dat het echt waard is hoor. Ik zou eerder gewoon nog steeds gaan voor iets waar je daadwerkelijk ik zou Candy die voor wil. Ja, nee, maar dat wordt het dan. Hè? Dus uh, als het geen 1 kilometer wordt, wordt het. Maar ik ga even van onderaf oh, gaan ja. kijken. Je zou eventueel, het... uh, tenminste, ik weet niet zeker of die nou 1 kilometer is, maar ik dacht het wel. Uh, Clefairy of Clefable of, uh, of Cleffa kunnen doen. Oh ja, dat is voor Pino is... wel interessant. Ja, Precies. Ja, Daar wil je wel Ik zou Candy voor als je daar nog niet genoeg van hebt. En dat is een. Goedkope buddy als het goed is. Ja. Nou ja, zo, ja. zoiets in ieder geval inderdaad. Ja. Ik, uh, ik houd gewoon op mijn Ninetales nog steeds. Maar die is, mm. die is al zo hoog level dat ik sowieso bijna gegarandeerd uh, XL-candy krijg. Ja. ja, ik moet op mijn dormanten nu nog maar 8 XL-candy. Dus ik vind het zo zonde mm. om die dan te gaan gebruiken. Dan denk ik van die komt daarna wel weer. Ja, precies. Even kijken, dan... Andere dingen, nou, we hadden net al even natuurlijk Halloween Cup, daar zullen we het straks dus nog wel heel even over hebben, denk ik. Mm -hmm. uh, wat, ik wel, uh, uh, wat ik dan wel heel benieuwd naar ben, is inderdaad, wat is dan die time to research en wat ja. moet je ervoor doen? En er waren uh, opdrachtjes gevonden als battle in de Halloween Cup en dat soort dingen, dus dat, dat zal er wel mee samenhangen. Mm -hmm. Nieuwe uh, shiny costumes, vind ik op zich prima, hoort erbij, zeker bij Halloween. Ja. Ja, wat ik wel heel jammer vind, is dat de enige interessante Pokémon die, die, die er is, uh, is Drifblim. En ja, die en zit die dan die weer net niet, alleen maar inderdaad in Raids en um, en nee, de Go Battle League. In het wild. Het zit ook in het wild. Drifblim niet? Jawel. Oh. Even kijken. Ik, zal... ik, uh, ik, had, ja, uh, ik dacht gezien te hebben dat Drifblim niet in het wild zat. Alleen maar in Raids en in de Go Battle League. Nee. Ik ga even voor je zeggen. Ik pak even de website. En Driftloon zag daar. ik ook niet staan. Nee, dat klopt. Even kijken. Is het Hier niet. Du -du 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 -du. Tweede stuk. Uh. Oh ja, yeah. ik denk dat je gelijk hebt. Ik, oh, maar die stond, dacht ik, eerst wel bij. Maar heb, nou, dan heb ik dat misschien verkeerd gezien. Okay. Ja, nou ja, goed. Dus dat. Dus de enige waar ik ik zelf ken, die voor wilde, mm. die zie ik niet. En Sabellite zie ik ook er niet bij staan. Dat is er ook eentje waar ik graag ik zou voor wil. Ja. Dus ja, dat, dat vind ik dan wel weer echt bijzonder jammer. De, de Pokémon waar ik wel graag ik niveau voor wil. Ja, ja en voor uh, Yamask ook. Maar die zit die wel in het wild, maar die wordt rare. Dus ja. De mask zit niet in rare in het wild. Hm? En dat, stond in... Er, dat stond er. Ook daarbij stond er. Oh. If you're lucky, you might encounter this one. En daar stond een Yamask en nog een andere Pokémon. Ik weet niet meer wat die andere was. En dan daaronder stond dan weer: and if you're lucky, it will be shiny. <laughs> Even kijken. Ja. Ik weet wat ik gezien heb, Jeffrey. Ja, nee, ik, ik <laughs> weet wel wat je gezien hebt, maar. Dus ja. Oh, uh... nee, ik weet wel waarom ik dacht dat dat niet zo was. Dat had ermee te maken dat in uh, de special research. De... Uh, teksten wordt gesuggereerd dat hij er heel veel zit. Ah, oké. Okay. Maar ja, goed. Uh, dat zit hij dus niet, blijkbaar. Tenminste, als we dit mogen geloven. En ja, dus alles waar ik zou kennen voor wil, dat is, dat, dat is er niet. En um, voor de rest zijn er wel drie kostuums om op te jagen. En dat is op zich wel oké, okay, I guess. Eh, meer. Ja. Oké, okay, deel 2. Deel 2. Uh, nee, dit, ja, dit was uh, technisch gezien natuurlijk deel 1. Maar. Uh, of uh, was nog geen deel, dus nu komt deel 1 van het Ja, uh, Oké, okay. maar... yeah. okay. is goed. Een nieuw deel van de Misunderstood Mischief Special Research komt beschikbaar. Galarian Slowking, uh, Kink, voor mij. Slowking, comfortist. <laughs> oh, <yeah>. Slowkinky. <laughs> ja. ja, hij kan best kinky zijn, denk ik. Yeah. <laughs> comfortist in het spel, je krijgt hem door met hem als buddy uh, 30 psychic Type Pokémon te vangen. Uh, dan zijn er Pokémon die meer voorkomen in het wild. Uh, Zoobit, Drowsy, Gasly, Spinnerack, Misdreavus, Shuppet, Stunky, Woobet, Kotita en Yamask. En dan kan Spinnerack voor het eerst Shiny zijn. Nee, daar hadden we het net al over. En dan wat Raidbosses, daar ga ik niet eens op in. Uh, <laughs> en wat uh, Hatches, vind ik ook niet heel interessant. Het driftlim zit tussen die Raidbosses. Ja, meenigend. dat klopt. Precies. En dan wat Field Research Tasks. Ja, nou moet ik zeggen, Spinnerack. Is wel echt een hele coole shiny. Ja, hij is blauw, hè? Ja, die vind ik super mooi. En de evolutie vind ik ook mooi. Dus mm. uh, ja, Spinrek is een toffe nieuwe nieuwe um, edition voor ja. Shinies. Ja, ik had Spinreck ook helemaal niet zien aankomen eigenlijk. Nee, ja, het is natuurlijk wel een spin en Halloween, dus op zich wel mm. ergens wel logisch, maar goed, ja. Ja. Eh. Ja, maar hoe ze het laatste tijd doen, had ik eerder iets van uh, Galarian in Mask of zo verwacht. Ja, ja, in principe wel. Dan uh, again, die is natuurlijk nog niet, nog niet echt verspreid geweest. Dus. Nee. daar nee. Hebben ze dus eerst nog wat geld aan verdiend? Blijkbaar. <laughs> is het ook niet in het wild. Dus. Mm. Uh, even kijken, dat was voor het eerste deel. Galarian Slowking kan ik ook niet helemaal plaatsen. Nee, ja, hij is poison type. Dus uh, is hij niet. Nee, hij is niet dark. En hij is... Nee, oké. Okay. Ik, heb, ik heb gekeken, hij is niet dark of ghost. Dus... Nee, oké. Okay. Hij is, psych is psychic poison. Hij is psychic poison. Ah, oké, okay. ja, precies. Maar, nou ja, goed. Uh, ja. Hij is poison. Hij is wel tof hoor, dat daar niet het. van. Hij ja, ziet er ook wel cool, cool uit. Ik, ik, weet, dan... ik weet nog steeds niet of hij nuttig is. Want ik, ging dat, ik probeerde dat op te zoeken. Want ik was wel benieuwd. Maar ik kon dat nergens vinden. Niemand had er nog hmm. onderzoek naar gedaan. Zelf doe ik die onderzoeken overigens niet. Ik, nee. ik bedoel, ik had gewoon andermans info daarover. Ja, groot gelijk. <laughs> dus ja... Uh... Even kijken, dan voor het tweede deel komt, uh, en dat vind ik dan uh, wel tof, er komt nog een misunderstood mischief special research stukje. Dus we krijgen wel twee stukjes nu. Uh, dat is misschien om te compenseren voor het uitblijven bij het uh, Secrets of the Jungle event, maar goed. Uh, dan een aantal nieuwe Pokémon, Phantom, Trevenant, Pumpkaboo en Goorgeist. Ja, Goorgeist. Ja, van okay. Goor van Goomet. Of Ray, ah, eigenlijk. Ja? En, en, en Geist van. Oh. Van, van, geist, van geest, van maar... geest. Okay. Ja, de, de, die geest die snapte ik, maar die ja. goer, dat is. Uh... Ja, ja, volgens mij gewoon omdat pompoenen en zo, denk ik. <laughs> Oké, okay. kunnen we opeten. <laughs> Misschien heb ik ja. het gewoon fout hoor, maar ik dacht dat het daar vandaan kwam. Nu, nu twijfel ik, maar. Uh, ik nee, prima. Logisch, maar nu niet meer. <laughs> uh, dan Pupkeboe uh, en Goor Guys worden de eerste Pokémon die uh, je ook uh, qua grootte op de map gaat zien. Dan komt er een ja. collection challenge. Die daar dan vervolgens ook om draait. Je moet verschillende grote Pokémon vangen. Uh, een hoop Pokémon weer in het wild. Uh, een hoop Pokémon in raids. Um, en een raid weekend met Mega Epsilon en Darkrai. Um, maar, maar niet zo'n raid drie uur en hogere shiny calls of zo. Dus dan toch weer minder interessant. Mm -hmm. iets, iets met eieren. En field research tasks. Ja. En, en dan vind ik de. Uh, Pumpkaboo en het systeem met groter en kleiner... dat vind ik echt leuk. Ja, ik ben uh, er wel en... heel benieuwd naar ook. Uh, Je, ook ja. al is het totaal geen nut waarschijnlijk, maar goed. Nee, maar het is wel... Ik bedoel, het maakt de map wat levendiger en misschien zorgt dat ervoor dat we straks... Uh, dat die map ook nog weer wat toffer wordt. Ja, nou, ik ben heel benieuwd, inderdaad. Sowieso is het geinig omdat het gewoon weer een nieuw dingetje is. Ook al, zelfs al is het niet nuttig... is het nog steeds geinig. Precies. Ja. Uh, uh, en uh, een collection challenge erbij... Ja, de collectie-challenges vind ik sowieso altijd leuk. Ja, eens. Ja. Um, even kijken hoor. Nee, ik, kan, ik, ik was aan het zoeken naar Gourgeist, zeg maar, waar, waar die naam vandaan kwam. Ik kon het niet vinden, maar ik zag wel, en dat was ook wel vrij bijzonder, ik zag wel staan uh, tussen de vragen die andere mensen hebben gesteld: How do I become a Gourgeist? Oh, interessante vraag. Oké. Okay. Ja, hoe word je dat? Tja was geen, uh, geen goed antwoord op, overigens. En uh, niet. Nee. Nee. Snap nee. ik. Maar Collection Challenge vind ik leuk. Voor de rest, Spinnerack vind ik leuk. En ja, daar houdt het een beetje op qua interesse voor mij van, voor dit eerste deel. Het tweede deel was het al. Maar, ja. Oh, dit was het tweede deel. Ja, we zijn er al doorheen. Ik ben alles kwijt. Ja, het was een... Het was, uh... Dus, dus oh ja, wacht, leeuw... ja, dat waren met de, de, de nieuwe Pokémon. waren Inderdaad, deel 2, ja. Sorry, ja. inderdaad. Ja, die nieuwe Pokémon ben ik sowieso ook wel benieuwd naar. Ondanks dat ik daarvan nog steeds ook niet weet hoe goed ze zijn. Maar uh, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat eigenlijk voor, uh, voor Halloween over het algemeen um, prima. Ja, nou ja, over het algemeen prima, inderdaad. Uh, alleen jammer van de. Je krijgt wel dubbele candy, maar er zijn eigenlijk geen interessante Pokémon om te vangen. Dat is gewoon echt wel jammer. Mm -hmm. ja. ja, daar lijkt het op. Niet echt in raids en zo. Ja, nee. archive, ook maar... geen Frillish bijvoorbeeld. Dat is ook gewoon een ghost type, maar die staat er ja. ook niet bij. Nee, het zou wel kunnen hè, dat die er zit. Het is niet altijd ja, alleen maar wassen, wat ze aankondigen, maar... Oh, en, en eigenlijk stiekem ben ik ook wel een beetje teleurgesteld... in dat ze niet de, de Sableye met uh, de, de Candle uh, hm? terugbrengen. Dat ja, vond ik, maar ik echt wel had... een hele leuke kostuum. Ik, ik vind al die kostuums eigenlijk op zich wel cool. Dus ik had het hm. ook prima gevonden als ze allemaal terug waren gekomen. Ja, ook de Charmander en de Bulbasaur en de Squirtle ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, vrij bijzonder. Ja, maar goed. Het is wat het is. En mm -hmm. daarmee zijn we denk ik ook door het nieuws heen. Ja. Jeetje, dat is snel. Weinig nieuws eigenlijk. Ja, snel. Nou ja, weinig nieuws eigenlijk bedoel ik meer. Niet snel, maar wel... Er zijn niet veel verschillende nieuwtjes. Nee, het viel wel mee inderdaad afgelopen week. Ja. Ja, ik heb niks ja. verder. Nee, oké. Okay. Dus uh, tijd denk ik voor uh, het muziekje. Ja, een ongerelateerd muziekje aan uh, de Diamond and Pearl remake helaas. Ja, daar zat ik later nog aan te denken, maar ik denk ja. ik laat wat het is. Je had deze uitgezocht <laughs> en die doen we nu. En doen we met de release van Diamond and Pearl doen we Diamond and Pearl wel. Sowieso. Komt ie. Weet je wat ik me vorige week trouwens e besefte? Nee. Is dat dit is een heel stom moment in de video die we op YouTube zetten. Ja, dat, dat, ik... dat zal ook. Dus wat ik gedaan heb toen vorige week in ieder geval. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om daar maar even ons logo alleen neer te zetten. Omdat wij natuurlijk niet. Uh, ik kan niet ons stilzetten, zo werkt het niet. Uh, dus uh, hoe heet. Dit, uh, en dat is hetzelfde met de intro. Want als we dan Metapad. Yeah. <hijfie> daar zitten we ook niet klaar. Dus eigenlijk zouden nee, we even klopt. moeten timen. <laughs> hoe lang die dingen duren, en dat we dan alvast zo zitten of ofzo. Dat yeah. uh, is misschien voor de toekomst leuk, uh, maar Ja, wie maar weet één keer of zo? <laughs> Eén keer of zo. Ja, maar we kunnen hem ook één keer opnemen. En dan ja. standaard erin plakken. Ja, ik bedoel, het hoeft ook ja. niet heel moeilijk te zijn. Maar ja, uh, ik snap ja. ook wel dat dat extra tijd geeft aan de. Uh, met het montage en zo bedoel ik. Uh, ja. Maar jij maar hebt goed, hem uitgekozen, Dennis. Ja, uh, Zelia Town. Uit uh, Pokémon Gold, Silver Crystal. Uh, ja, en ik, ik was hem aan het luisteren en ik uh, had eigenlijk gelijk zoiets van: hé, hey, die ken ik. Terwijl ik. Uh, ...Gold, Silver, Crystal... Uh, ...alleen maar in de remakes heb gespeeld... ...dan kan ik ze natuurlijk nog wel kennen... ...maar hij klonk heel bekend. Ja, nou ja, snap ik. Uh, tenminste, snap ik. Weet ik niet of ik dat snap, maar... Uh, het, is wel, ...het is wel echt een... Uh, ...een fijn muziekje die wel redelijk... Ja? ...blijft hangen. Zodra je hem hoort... ...dan herken je hem ook gewoon snel alweer. Ja. Um, toevallig is het zo dat ik... ...dit muziekje gewoon... ...het random in mijn hoofd had... Uh, ...van de week... Hmm. En uh, ik wist niet van welke stad hij was. Ik wist dat hij uit Cold Silver Crystal kwam, maar niet van welke stad. Dus ik ben vanmiddag maar gewoon eventjes alle stadmuziekjes gaan luisteren. En toen vond ik hem dacht Ik zei, Oh ja, dat is deze. Nou, top uh, Azalea Town dus. Nou, ja, helemaal goed. Ja, ik kreeg hem inderdaad ook van jou uh, ja, ergens vanmiddag toen ik nog op die beurs liep. Dus ik heb hem echt pas uh, net in de auto zitten. zitten uh, nee, ik heb hem zelfs net thuis pas geluisterd. Uh, maar ja, het was, uh, was wel tof. Ja, nou, ik vind het een heel leuk muziekje. Ik heb ook de, de remake, uh, of het remake-muziekje nog geluisterd van Hard Gold Soul Silver. Maar die vind ik toch minder leuk dan deze. Hmm, Oké. Okay. Nee, ja. Die heb ik dan uh, nog niet geluisterd. Deze is iets we... scherper en dat is voor sommige mensen minder, minder mooi. Maar ik vind het zelf leuker. Ja, precies. Oké. Okay. Oké. Okay. Cool. Ja. Mooi. Dat. Dan het moment van de week. Ik had hem natuurlijk al even gespoild. Um, <laughs> ik heb ook nog wel wat PvP gerelateerd, maar daar hebben we het zo meteen over even over. Hmm. Uh, is niet echt een moment van de week, dus uh, hoe heet het? Uh, uh, het is niet alsof ik ace ben of zo. Uh, dus ah. uh, dat niet. Ja, uh, nee, nee. Wat ik wel ben, dat hoor je zo wel. Oh ja, je bent gewoon al legend natuurlijk. Dat is het. <laughs> <Nee>. Ja, zeker. <laughs> uh, ik heb die uh, Leon pose al. Nee. Ja, um, precies. <laughs> enige, ik was net even aan het kijken... Enige andere, uh, uh, twee leuke dingetjes die ik wel nog het vermelden waard vind. Ik heb een shiny centret geplust cool. uh, in de dierentuin afgelopen zondag, uh, waar wij waren in Amersfoort. Dat is inderdaad dan, yeah, we noemen hem bijna memories, hè, want dat is dan nog nee. ergens uh, <laughs> een uh, leuke herinnering. En ik heb uh, weer uh, vlakbij kantoor, bij het kantoor waar we nu nog zitten, een uh, pokestop uh, gevonden. Uh, oh, nice. Want, uh, hoe heet dit? Die... Uh, uh, er stond ineens. Er is een atelier van kunstenaars en die heb ik al een paar keer gevraagd. Die wordt iedere keer afgewezen. Maar in mm -hmm. hun tuin hebben ze nu een vogelhuisjes okay. kunstproject gezet. Ah. Dus, uh, Oké, okay, ja. ja. Die staat natuurlijk nog niet op Maps dan. Nee, maar dat stond, uh, stond die, uh, die, die gravity art van vorige keer ah, stond okay. dat ook niet. En okay. uh, die is ook gewoon goed gekut. Nice. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat ze deze ook uh, goed keuren. Dus ja, hoop al... ik ook inderdaad. Hij is al in de stemfase zelfs. Dus ik ben wel benieuwd of ah, die. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, hij is nog steeds in de stemfase, dus hm. gaat het zien. Ja, oh, dat. Nou, cool. Ja, ik ja. hoop dat hij er doorheen komt. Ik ook. Ja. Uh, nou, mijn moment van de week is, uh, ik, ik heb een, uh, een shiny Bunnelby gevangen. Oh, cool. Dat, dat vind ik wel heel tof. Ik vind het sowieso een hele mooie shiny, de evolutie ook. Ja. Uh, maar ik uh, had hem nog niet op mijn, uh, op mijn echte account, dus um, nu wel. Dus ik ben er blij mee. Ja, snap ik. En, um, Verder... Ja, verder... Uh, verder, hè? Huh? Sorry? Geen shiny rufflet Nee, zeker niet. Nee, ondanks dat ik er best wel veel, uh, veel quests voor heb gedaan, hoor, uiteindelijk. Maar, eh, uh, nope. um, Dus nee, helaas, dat, uh, dat werd hem niet. Ik heb er geen raids voor gedaan, overigens. Oh, wel eentje. Maar dit was wel met een gewoon oranje pasje. Ehm... Um, ja, dan voor de rest is het eigenlijk, zijn er eigenlijk leuke PvP-dingetjes gebeurd. Dus dat ja, vertel ik straks wel. Ja, nou, helemaal goed. Dat is mooi. Dan gaan we door naar de vragen van de luisteraars. Um, ik ben nog even aan het kijken. Ik heb echt geen vragen, gewoon. Nou, um, ik vrees dat het uh, een heel kort segment wordt, dit. <laughs> Momenteel. Ja. Let's even kijken. Maar ik dacht dat ook Stefan geen vraag had. Ik heb wel alle luisteraars die iets hebben gewonnen hun pakketjes opgestuurd. Die zijn, als het goed is, vandaag ook binnengekomen. Dus de Pokémon-kaarten en zo. Uh, en ook uh, het, de winnaar van, uh, van vorige week, die het aantal keer had geteld uh, uh, dat Dennis uh, iets had gevraagd. En uh, of was het ook weer, ja, ik moest iets stellen van jou. In ieder geval, ja, weet hoe vaak ik uh, de, het aantal luisteraars, of het, het aantal kijkers. Ja, het kijkers, bemelden. precies. Ja, ja. ja. Dus okay, die, heb ja. ik, die heb ik ook opgestuurd. Die is ook binnengekomen. Want dat is dan echt een pakketje geweest. Dus die heb Top. ik ook gezien dat hij vandaag is binnengekomen. Mooi. Hopelijk veel plezier ermee. Nee. Ben je er nog, uh, Dennis? Ja, ik ben er nog. Oh jee. Ben jij er nog? Dennis is bij ja, mij oh. weg. Ja, nu hang je. Hmm. Oh, is is to Vraag. Ik, nou, ik ben benieuwd, luisteren ja, mijn, of mijn jullie naar nou mij horen, nog. of hem horen, of dat Ach, hij helemaal stil is, of juist. Of ik me af. Dat mij nog hoort. Um, Lost connection nou to server. Attempting to reconnect. Het is niet mijn internet trouwens. Mijn internet werkt. Ik. Nou, je interessant. Je, laat ik maar eens even het het Azalea Town muziekje ik nog een keertje opzoeken. Oh, 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 daar is hij weer. Daar is hij weer. Ja, kijk. Ik was je net aan het WhatsApp. Ik probeerde al niet te veel te vertellen, maar. Ja, nee, ik, uh, ik was zelf de hele tijd aan het doorbabbelen, dus ik hoopte al dat je stil was. Ja, niet helemaal. <laughs> ik weet niet wat je precies hebt gezegd. Van maar... alles. Oké. Okay. Over jou. Oh, dan uh, ga ik het terugluisteren. Dat is <laughs> prima. Maar ja. ook geen vragen dus? Uh, nee, geen vragen. En, en dat terwijl ik gewoon weer actief ben op mijn Instagram. Ja, heb ik gezien. Leuk. Ja, <laughs> ja. ik ben helemaal naar het strandje toe gelopen. Nee, cool. En, ja, en ik heb uh, daar een aantal foto's gemaakt. Uh, ik vond de, de blik van Krabby vond ik wel goed. Mm. dus die, uh, dat, is, uh, dat is wel mooi. En, uh, en van Voltorp heb ik al een foto, maar van Electrode nog niet. Dus ik wil eigenlijk van Electrode ook een leuke foto hebben. Dus ik moet daar even inspiratie voor vinden. Ja. Maar sowieso, ik bedoel, ik heb van Voltorp al een foto, dus het ga, er gaat niet zo lang tussen zitten als tussen uh, Hypno en Krabby. Nee, precies. Ehm, um... Dan is het wel echt even, uh, en uh, niemand is wat verplicht te doen, vooral alleen als het wil. Maar stuur vooral al die vragen in, want we vinden dat wel <laughs> gewoon heel leuk. Uh, dus ja. als je een vraag hebt, en zolang die Pokémon gerelateerd is, hoeft het niet eens Pokémon Go gerelateerd te zijn, is wat mij betreft niets te gek. Ja, dus precies. Ook, ook niet, nou, we hebben die vraag natuurlijk al gehad, maar ook niet welke Pokémon zou je zelf willen zijn of zo, weet je wel. Dat mag ook. Ze hoeft ja, dat zijn helemaal leuke niet. Ja, precies. Ja, nee, zeker waar. Uh, ja, ik Kom vooral door met de vragen ook. Uh, en omdat we het leuk vinden, maar ook omdat we daarmee hopen uh, mensen te helpen, natuurlijk. Ja. Uh, en natuurlijk van die leuke vragen, daar helpen we mensen niet mee, maar die vinden we dan gewoon wel weer echt heel leuk. Ja. Uh, zoals inderdaad, ook Pokémon uh, zou je als huis die willen hebben en dat soort dingen. Precies. Um, ik heb ook niet zo heel veel algemeen nieuws. Ik kan net ook oh. daar nog even naar zitten kijken. Uh, er was natuurlijk een nieuwe Pokétoon, Die heb ik nu niet gekeken. Ook die oude niet trouwens. Nee, dus ik daar, heb ik nog niet gekeken, nee. Kan ik ah, bijna Heb onderzoek. je er nou helemaal geen in gekeken, nog? Nee, nog steeds niet. Oh. Nee. Ik, uh, het zit wel in mijn actieve herinnering, dus ik ga mm, het wel doen, hoor. Maar het is, uh, zijn ook het zijn ook hele korte filmpjes. Hè? Ja, ik weet het. Ik moet er ook gewoon. Maar ja, als je acht uur Squid Game kijkt, dan, uh, ja, dan kun je ja, ook wel vijf of, niet, of tien minuten dit <laughs> kijken. Uh, de Secrets of the Jungle is op Netflix. Dat is het enige algemene nieuws wat ik heb. Ja, nou, ja, ik heb nog wel wat uh, algemeen nieuws. Nou, vertel. Pokémon Unite was daar. Uh, ja, nou, Sylvian was erin. Ja, Sylvian is erin. Maar dat ja. wisten we al. Maar. Maar. Sylvion was nogal sterk. Oké. Okay. Dus die zat twee dagen in het spel. Ja. En toen werd hij genurft. Oh, tuurlijk. Verrassend. <laughs> hij heeft gewoon heel hard ook nerfd. Een van zijn aanvallen is echt 46% in kracht afgenomen. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, en Sylvion is er is een uh, unite license van 10.000 muntjes. Uh, de mm -hmm. meeste zijn, zijn 8.000. Maar Sylvion is dus nog net even duurder. Dus als je die hebt gekocht, dan heb je wel twee dagen van de volle kracht van Sylveon kunnen genieten. Ja, dat is jammer. Ja, het is wel bijzonder. Ik heb hem uiteindelijk alsnog uh, niet gekocht. De reden daarvoor is omdat het nog steeds zo goed gaat met Aura. Dat ik zoiets heb van... Het, 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 voelt het, het voelt niet goed om nu een andere license te gaan kopen. En die dan te moeten leren, terwijl het eigenlijk met Zeraora best wel goed gaat. Ja, precies. Hm. Dus uh, ja, dat... Pokémon Unite, nog steeds tof. Uh, dat was eigenlijk het enige echte nieuws ook voor Pokémon Unite, overigens. Er zijn geen nieuwe items verder uitgekomen en geen andere nieuwe licenses. Uh, de enige Unite Pokémon die nog bekend is, die nog niet uit is, is uh, Clefable. Oké. Okay. Ja. Dus dat. Ik heb slecht nieuws in de sfeer ondertussen dat Romy moet nu weg en de Albertijn is er nog niet. Um, hij kan er ook pas over een half uur zijn. Dus misschien uh, valt het mee. <laughs> Oké, okay, we gaan het meemaken. <laughs> ja, we gaan het meemaken, inderdaad. Um, we gaan wel beginnen, denk ik, even aan de preview van uh, uh, Shining Pearl en Brilliant Diamond. Mm -hmm. Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Um, ik heb afgelopen vrijdag een uh, semi-exclusieve demo gekregen van het spel, waarin we eigenlijk al veel meer te zien kregen dan dat het tot nu toe is getoond. Um, heel veel van de beelden die wij gezien hebben zullen ook niet uh, beschikbaar worden. Um, omdat uh, ja, die dus vooral voor de pers zijn. Zoals dat vaker gaat met dit soort dingen. Um, maar. Uh, ik, ik, ik ga, wat ik eigenlijk een beetje mijn idee was. Ik ga eerst even vertellen wat ik ervan vind. En daarna moet jij ook maar vooral vragen stellen, Dennis. Ik denk dat dat het makkelijk is. Oké, okay. okay, ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb mijn preview geschreven. Die staat dus op het moment dat jullie nu luisteren, natuurlijk ook online. <coughs> die was ongeveer 600 woorden. Ik vind het bij een preview uh, soms moeilijk om niet te enthousiast te worden. Hm. Uh, want ik wil ook nog wel eens uh, heel veel uh, uh, vertellen. Dat ik denk van ja, maar het is maar een preview. Maar even in het kort: het is natuurlijk gewoon de originele game die opnieuw wordt uitgebracht met een aantal toevoegingen. Um, het, het begon in ieder geval, daar begonnen ze zelf mee... alsof ze de kritiek zagen aankomen. Waarom ziet het spel er kinderlijk uit... en heeft een ja. volwassen look op het moment dat, dat je in het gevecht gaat? Dat is om dicht bij de originele games te blijven. En als je hem zo uh, bekijkt, hebben ze daar gelijk in. Dus ik snap de afweging. Uh, maar het neemt niet weg dat ik hem daar ook in mijn preview... wel enigszins op afreken. Dus... Ja. Um, ik, ik vind dat de, de toffe stel, uh, Legends Arceus is natuurlijk uh, het extreme voorbeeld van hoe het kan. Mm. Uh, uh, in ieder geval met een Pokémon-game. Maar dat dat het misschien niet is, dat snap ik nog wel. Maar uh, Let's Go was natuurlijk ook al wat dat betreft uh, beter. Ook met wilde Pokémon en zo. Uh, dus uh, ja, dat vond ja. ik jammer. Ja, wat vind ik dan wel tof? Uh, ik vind eigenlijk vooral uh, tof dat ze hebben geprobeerd om op alle onderdelen het spel iets beter te maken. Um, even los van het feit dat het grafisch natuurlijk verder wel gewoon beter uitziet. Dat is niet zo heel moeilijk. Um, hebben ze uh, en, uh, alle elementjes, bijvoorbeeld ook de. Ik heb het hier opgeschreven, so, uh, de, de supercontest. Uh, hebben ze bijvoorbeeld ook een, een ritmespelletje toegevoegd? En dat was dan gelijk mijn vraag aan jou. Volgens mij was dat nieuw. Uh, maar ik wist niet helemaal hmm. zeker of dat nieuw was. Nou, zo, zo brachten ze het wel. Hmm, ik vraag het me een beetje af. Ik weet het niet zeker. Uh, ik heb die, die contests heb ik niet zo heel vaak gedaan. Uh, ik ja, denk dat same. Toen, ik, toen ik Pearl en Diamond speelde, to, dat ik dingen twee keer heb gedaan of zo. En dat was het. Dus ik weet niet helemaal zeker of dat ritmespelletje er niet al in zat. Maar het zou kunnen dat die um, in Hard Gold Soul Silver heeft gezeten. Hmm. In plaats van in. Diamond and Pearl, dus eh, 100% zeker weet ik het niet. Hoe dan ook, vind ik dat wel leuk uh, dat ja. je wat meer, ja goed, wat te doen hebt tijdens de contest basically. Ja, dat is uh, en en daar lijkt ook wel moeilijkheidsverschil in te zitten. Um, wat wij exclusief nieuw als eerste te zien kregen, wat dus ook nog helemaal niet bekend was, was hoe de Great Marsh eruit komt te zien. En de Great Marsh is de safari zone van deze games. Hm. Uh, hoe heet het? Uh, dat zag er ook wel weer tof uit. Je kunt daar bijvoorbeeld ook je Pokémon uh, uh, de kans verhogen op uh, dat hij blijft zitten uh, door uh, een, 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 een een pof, nee een, uh, een, 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 een soort van leur naar hem te gooien uh, maar je kunt ook modder tegen hem aan gooien dan wordt hij ook boos, dus rent hij ook sneller weg maar hij blijft ook beter zitten dus ja, dat, okay, is, dus dat uh, is gewoon de oude Safari Zone mechanic ja, ja, want ja. die, die dingen hebben ze daar nu uh, ingezet. gezet uh, maar maar het is eigenlijk... wel grappig trouwens dat je modder gooit, want in de oude games gooi je stenen Oh, dat is <laughs> misschien iets minder. pro uh, rock. <laughs> ja. Uh, nee, nu was het wel mat, zeg maar. Dat ja, is oké. Okay. Uh, maar waar, waar ik, en daar ga ik in de preview denk ik ook het meest op in, wat ik echt, uh, die underground was. En natuurlijk al die underground wereld, dat was sowieso al wel tof. Ja. Maar wat ze nu heel goed hebben gedaan, is door daar die uh, gebieden aan toe te voegen. Ik even kijken hoe dat ook weer precies heet, want dat heeft een naam. Ja, de uh, soort van wild areas bedoel je. Ja, precies. Oh, de Heijn zegt er nu pas tussen tien en half tien te zijn. Dus dat Top. zal wel goed komen. Even kijken. <laughs> uh, dit noemen ze. De uh, Grand Underground. Ja, Miner zat erin. Daar had ik het al over gehad. Secret Base zit er natuurlijk ook. Ja, Hideaway heet dat. Ja, hm. um, dat noemen ze de Hideaway. Zeg uh, ik het goed? Ik kan het wel zeggen, maar. Ja, okay. Hideaway. En die Hideaways zijn inderdaad een soort van uh, wild area. Waarin Pokémon ook echt in het wild lopen. En dat heeft twee voordelen. Uh, enerzijds uh, heb je daardoor sowieso um, uh, meer types uh, gelijk beschikbaar. Maar vooral een van de grote kritieken op deze games was dat er in het begin heel veel saaie Pokémon zaten. En dan is het een beetje de discussie of Bidoof wel of niet saai is, want die nee. zaten natuurlijk ook veel in het begin. Uh, maar op deze manier kom je al best wel snel hele toffe Pokémon ook tegen door mm. in die hideaways op zoek te gaan. Okay. En wat dan ik weer leuk was, was de. Koppeling met de rest van de Underground. Want in de Underground kun je ook gaan minen. Hè, de, ja. Dat zat er al in. Daar kun je standbeelden uitkrijgen. En Die standbeelden kun je in je Secret Base neerzetten. Hè, en door die in je Secret Base te zetten. beïnvloed je de Pokémon in de Hideaways. Dus um, zo hangt dat helemaal samen. Ja, dat vind, dat vind ik wel echt een hele leuke toevoeging. Ik vond het mijnen vroeger ook al heel erg leuk. Ja. Uh, maar uh, ja, goed. Nu, nu je ook nog een keertje een, een hideaway hebt, die je ook nog kan beïnvloeden door termijnen en zo, vind ik het alleen nog maar leuker. Het is uitgebreid. Ja. Um, heb jij hem handheld gespeeld of op tv? Nee, we hebben een presentatie gehad. Het was online, dus. Uh... Oh, dus dat is helaas geen okay. Je hebt, geen niet, je hebt niet zelf gespeeld. Nee, oké. Okay. Nee. Dus dan, neem, dan, dan heb je niet handheld gezien. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Ja, want ik was wel benieuwd. Uh, omdat je vroeger was het natuurlijk op de DS. En dan moest je de, de fossielen en dergelijke wegtikken. Ja, dat is nog steeds. Dat is okay, nog met, steeds. Maar. Dat is natuurlijk gewoon met knopjes, neem ik aan. Dan... Nee, je kunt tikken als je hem handelt speelt en met ja, knopjes okay, als je okay, op yeah. tv speelt. Okay, ja. Precies. Ja, grappig. Ja, ja omdat de, dat is dan het, Misschien het enige voordeel aan de stijl die ze hebben gekozen. Je hoeft hem niet per se op tv te spelen op die manier. Nee, <laughs> dat is niet precies. Echt pracht of zo. Nee, en dat is met de Pockets bijvoorbeeld ook, hè. Dat is je, je, je computertje, zeg maar, waar alles in zit. Als jij op een uh, handheld speelt, kun je die gewoon met een, een, uh, het scherm aan te raken, tevoorschijn toveren. En speel je op tv, dan moet je hem met knopjes tevoorschijn halen. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Andere vragen? Uh, ja, nou ja. Heb je... Is het vechten en zo, is dat, denk je, sneller of geworden? Ja. Of is het... Ja. Nee, okay. sneller geworden. Dat, was ook, dat hebben ze laten zien en dat hebben ze ook echt benoemd. Ik heb het volgens mij in mijn uh, preview ook gezegd, uh, uh, want dat bleek nogal log en loom te zijn in, mm. in dit spel. En daar hebben ze echt op ingezet om dat een stukje dynamischer en sneller te maken. Oké, okay, dat is wel top inderdaad. En uh, ja, wat um, het hele online gebeuren, hebben ze daar iets over verteld? Uh, ja, niet te veel, maar je kunt uh, uh, bijna alles doen met vrienden uh, lokaal uh, en online met andere mensen. Mm -hmm. uh, en je kunt dus ook in de underground bijvoorbeeld straks mensen tegen gaan komen die uh, online cool. zijn. Ja, ja en kun je dan ook hun base zien of niet? Oeh, daar hebben we het niet over gehad. Ja, dat durf ik dus niet te zeggen. Nee, precies, ja, want dat zou ik ook wel leuk vinden als je andermans base uh, in kunt, om te kijken ja. hoe zij, ze hebben, uh, zij die base hebben ingericht. Ja, snap ik. Ja. Ik ja. vond overigens dat wat ik heb gezien van de beestjes nu, was wel redelijk bazaal hoor. Het was nog niet heel indrukwekkend. Mm. Een aan... paar kussentjes, een paar beeldjes. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, het was niet, nog niet heel bijzonder. Terwijl, ik snap mm. dat het geen Animal Crossing is, maar het uh, zou nog wat meer kunnen, denk ik. Mm. Okay. Oh, over Animal Crossing gesproken, heel even kort, sidestep. Side 15 uh, oktober vrijdag is er een uh, direct over. Ja. Daar, en, kijk ik nou, Daar kijk ik dan ja, naar uit. Daar kijk ik meer dat, naar uit dan deze Pokémon games. Ja, dat weet ik. Nou, ik, ik, ik ben wel meer gaan uitkijken naar deze Pokémon games dan dat ik deed. Hm. Uh, en dat komt ook omdat ik dat hele Underground verhaal dus echt wel tof vind ook daarbij. Uh, Het uh, daarmee ook wel weer net wat uh, anders maakt. Um, en uh, ik heb op dit moment toch niet echt een spel... Ja, ik ben met Metroid nog bezig, maar ik heb niet echt een ander spel wat ik, wat ik heel erg hard in zit op dit moment. Hm. Uh, maar ik kijk qua Pokémon games natuurlijk uit naar Legends Arceus. Ja, ja, ik ook. Hoewel daar wel ook bekend van is geworden dat het geen echte open, open wereld is. Wereld, dus nee, dus ik uh, stel daar mijn enthousiasme wel enigszins voorbij. Ik kijk er wel absoluut nog steeds meer, meer naar uit dan naar deze da Diamond and Pearl. Maar, hmm. ja. maar goed, ja. wat denk je? Ga je ermee vermaken? Ja, maar ik mm -hmm. denk niet dat het een vijf sterren wordt. Oké. Okay. <laughs> maar de, ja, ik, mag, ik mag er nog geen oordeel over geven nee. uh, met, met een cijfer, dus dat kan ik ook niet. Nee. Dat is puur, ik denk dat het een heel leuk spel wordt en dat heel veel mensen zich ermee gaan vermaken. Ja, ja. Het is puur speculatie. Dat is het, uh, inderdaad. Ik heb ook, ook, door niet zelf kunnen spelen, dat scheelt natuurlijk een hoop. Ja, um, precies. En uiteindelijk vind ik het ook moeilijk... om een spel wat een heruitgave is... Uh, af te rekenen op uh, bepaalde uh, dingen. Kijk, dat ze uh, bijvoorbeeld de gameplay hebben versneld en zo... dat is, dat is goed, dat, dat moet ook bijna wel. Mm -hmm. Dus dingen hebben toegevoegd ook. Maar je kunt ze niet afrekenen op het feit van... ja, op een dag word je wakker, je gaat naar de professor... je krijgt nee. de Pokémon <laughs> en je gaat uh, op je naar de Pokémon League. Ja, dat, dat, dat kunnen ze is. niet helemaal omgooien als het een remake is. Nee, precies. Dus daar mag ja. je een spel denk ik niet op afrekenen. Hoewel, ze hadden daar natuurlijk wel... het is een remake, maar ze hadden... Daar wel een kleine plotwist in kunnen maken, natuurlijk. Ja, misschien is hij er wel. Dat weet ja, nou ja wel misschien dat hij er ook is. Dat is zeker waar, maar ik ga er niet vanuit. Maar dat, nee. zou, wel, dat zou ik wel tof vinden. Ja. Dus gewoon iets is waardoor het opeens toch anders gaat. Maar ja. En we hebben nog Maybe. gevraagd hoe het zit met Shiny Hunten en zo, maar daar ja. kunnen ze op dit moment geen uitspraak over doen. Geen het, uh, shinies in het spel. Politiek correcte <laughs> antwoord. Nee, ja, maar bijvoorbeeld ook omdat je in de uh, in de hideaways kun je natuurlijk Pokémon zien. Maar kun je dan ook yeah. zien of ze shiny zijn. Ja, daar is oh moment, ja, dat uh... vind ik wel interessant. Dat vond ik dus ook weer heel tof aan Let's Go. Ja, precies. Nou, dat is, daar gaat ze op dit uit... moment geen uitspraak soort over. soort Shield hebben ze dat er alweer uitgehaald. Ja, ik vond dat inderdaad ook heel tof aan Let's Go. Ja. Het zou in Pokémon Go ook gewoon moeten zitten. Ja. Mee eens, het scheelt een hoop tijd. Ja, ja, en, en, maar ook niet weer zoveel tijd, want de kans is toch zo klein okay. uh, in Pokémon Go. Dus, uh, maar ja. Klopt. En bepaalde Pokémon zul je nog steeds aan moeten tikken, want je ziet het bijna niet. <laughs> Dat is zeker waar, zoals Pikachu. Ja, of Kenga nou ja, um, in het wild. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay. nou dan door naar. Uh, als jullie trouwens, dat geldt ook voor de luisteraars, vragen hebben over deze game, dan stel ze ook, hè? want dan beantwoord ik ze dus ook met alle liefde en plezier. Um, voor, de, voor dit geldt um, mogelijk met de review ook dat we bijvoorbeeld weer wat later de podcast online kunnen zetten, maar dat weten we nog niet. Dat gaan we dan zien. Het spel verschijnt uh, zo half november, dus uh, dat, uh, het duurt nog een, uh, ja, iets meer dan een maand. Ja, dus dat betekent dat we de volgende podcast pas half november online kunnen zetten. Nee, dat is niet de, wat oh. Ik bedoel, nee. Uh, PvP. 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 Ja. PvP. Little Jungle Cup. Ja. Jeetje. Het is, ik, het is een, het is, ik heb meer dan ooit ervaren wat jij bedoelde. Dat als je van team wisselt, dat het dan ineens weer 4-1-5-0 wordt. <laughs> en dan de volgende ronde 0-5 verliezen heb ik er zelfs tussen gehad dit keer. Ja. Dus ik heb uiteindelijk wat vaker doorgewisseld in mijn teams. Dus daarom heb ik ook nog wat extra starters erin gestopt. Ik heb nog een Stunky toegevoegd op een gegeven moment. Ik heb Cotteny nog gebruikt. Ik heb uh, mijn Dino uiteindelijk ook nog Bodyslam gegeven, waar we het ja, over hadden. Ook Bodyslam. slam. Uh, dus ja, twee ik had, moves. Haalt ook Crunch, ja. Dus ja ik dat heb weet ook, ik. Ook Bodyslam uh, ah, okay, uh, nice. body gegeven. Was ook wel weer een toevoeging. Ehm. Um, maar doordat ik veel doorwisselde, had ik ook meer moeite om mijn team te leren kennen. Ja. Uh, maar uiteindelijk merkte ik echt dat gisteren op een gegeven moment ben ik dan uh, rond 20 geworden met 1974 punten. Dus ik ben ook wel bijna eens. Bijna inderdaad. Uh, mm. Ik heb vandaag alleen echt nog geen tijd gehad. Want ik had het eigenlijk vandaag willen proberen alvast een keer. Want volgens mij is het als ik twee keer 3-2 win, ben ik er volgens mij al uh, om me erbij. Dus, dat uh, denk ik ook wel hoor. Ja. Ja, dus hoe uh, heb ik, ik heb gewoon nog geen tijd gehad, dus hopelijk volgende week. Uh, maar het, ik, vond het, ik vond het zeker wel leuk, uh, maar met momenten was het ook echt heel frustrerend. <laughs> ja, zeker weten. Ja, oké, okay. maar ja, wel wat tof in ieder geval dat je ook uh, nou ja, nu bijna al op weg bent naar Ace. Ja. Cool, cool. Ja, en, en, nu, uh, en dus mijn team heb ik nog wat, wat doorgewisseld. Maar ja. en ik, wat mijn grootste wijziging deze week was dat ik... Uh, oh, want ik heb Ducklet nog niet eens genoemd. Dat was mijn grootste wijziging. <laughs> ik heb, uh, ik had Dino... Um, even kijken, wat had ik nog meer? Uh, Shelmet en... Chancy had ik al weggedaan, hè? Of had ik Chancy nog? Ik kan het je niet vertellen. Nee, ik weet het niet zeker. Maar ik had <laughs> nu uh, Ducklet... Uh, Dino en Shelmet. dat was nu mm. mijn team geworden en Ducklet, want dat was een beetje geïnspireerd op jou, dat want ging jij had goed ook. Niet? Ja. Nee, maar die dat... had ik daarvoor inderdaad nog. Ja, die die ik... heb ik ja. ook een tijdje gehad en die had ik nu weer terug. Ja. Op een gegeven moment. Dus, uh, maar ik had, uh, waar ik Dino in het begin had, ging die nu te veel af. Hmm. Dus ben ik met Ducklet begonnen en die is ook wel lekker en die had geen Bubble beam, gewoon twee Air Attacks. Ja, dat uh, was de mijne. Ja, want ik vind Bubblebeam vind ik echt prut ja, Hij Is uh, wel goed en... hoor. Maar... Ja, maar Brave Bird is soms wat onverwacht en heel sterk. Dus dat is dat dan... klopt? <laughs> dus dat is dan toch lekker, zeg maar. Zeker als hij uh, uh, niks. Of als hij denkt van oh, maar nu komt Bubblebeam. BAM! Brave Bird, kapot ja, ben je. Inderdaad. En... Uh, dat is wel, uh, wel lekker. Maar ik, 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 ik vond dat. Uiteindelijk heb ik daar het meest mee gespeeld. Met de uh, Ducklet, Dino en Shelmet, En dan inderdaad, ik denk dat ik alleen van gang 18 en 19. dat waren natuurlijk 20 wins. heb ik echt nog heel veel lopen wisselen. om dan ja. iedere keer toch maar weer wat meer winst te pakken. Ja, precies. Ja, snap ik. Ja, grappig ook dat je hetzelfde effect hebt gehad. zeg maar. heel veel winnen denk je van, oh, dit is het team. Ja. En daarna weer heel hard pot gemaakt worden. 5-0 dat gebeurt me <laughs> bijna nooit. 5-0 winnen en daarna ja. 0-5 verliezen. Met ja. precies hetzelfde team. <laughs> precies, nou ja, exact dat. Ik, uh, ik herken het. Ik had, ik had exact dat. Ja. Um, nou ja, Little Jungle Cup, ik was er niet zo'n groot fan van. Maar uh, deze week, laatste week, was echt, echt top. Ik wil zeggen, je noemde het net bij het moment echt van de week. Dus. Super. Ja, ik, uh, ik had op een gegeven moment. Nou ja, ik was nog ook nog steeds aan het wisselen, wisselen, wisselen. Toen uiteindelijk heb ik een team. En dat team heb ik de rest van de week gebruikt. Hetzelfde team. Want dat team dat heeft tot aan het eind aan toe gewoon echt heel goed voor me gewerkt. Uh, dat team was. Uh, was dat niet het laatste team wat ik had gezegd? Hmm, vorige week. Ik vraag het me een beetje af. Uh, Dakklet, du Cotony en Altaria. Ja. Ja, nou ja, goed. Dat, dat team had ik destijds. had ik daar 4-1 mee gewonnen, maar dat was toen mijn laatste set. Daarmee ben ik daarna de hele tijd verder gegaan. totdat ik gisteren landde op. Uh, de mooie score van 28-28. Oh, nou dat is flink uh, in de buurt al. Ja, precies. Ja. Nou, daarmee ben ik sowieso dus veteran geworden. Want dat was, ja. ik, was ik nog niet. En ja. uh, ik, inderdaad, ik ging gewoon richting legend. Oftewel, ik vond het uiteindelijk heel jammer dat Little Jungle Cup weg was. Ja, snap ik. <laughs> want het ging uh, ja, gewoon super goed. Um, het was echt genieten. Uh, met Dacklet was het simpelweg uh, opladen tot Brave Bird. En dan meestal gewoon Brave Bird ook doen. En uh, of hij nou raakte of niet, daarna altijd wisselen naar Cotteny. Um, met cottony iets afmaken of half afmaken. Uh, vervolgens weer terug naar Ducklet meestal. En dan uh, um, uiteindelijk uh, dingen afmaken met Altaria. Tenzij ze dan dus op het eind nog een cottony of een Swine up hadden, waren ze dan gewoon meestal, meestal neer. Dan konden hmm. ze meestal niks meer tegen Altaria. Nee. Dus ja, dat was, was supergoed. Ja, nou ja, dat, dat is uh, ja, goed om te horen in ieder geval. Ja, ik heb zelf dus ook echt wel een, een, een positieve, uiteindelijk een nog meer positieve ervaring gehad met de mm. Little Jungle Cup. En zeker met, uh, ja, Ducklet was echt wel nog een, een, een verademing. Ja, <tomstukt> uh, en ze, dat je Goeie denkt starter. van, Chancy is, is fijn, maar inderdaad, uh, Dino was als starter gewoon niet zo heel chill meer. Dat heeft mm. echt een tijdje gewerkt, maar die dat leek uitgewerkt of zo. Ja, dus ja. Nou ja, dat ja. inderdaad, dat, dat herken ik ook, dat het een tijd werkt en dan opeens niet meer. Uh, ik ben nu al begonnen aan um, de Great League. Dat is natuurlijk wel een beetje mijn league. Maar uh, goed, dat ging voor The Little Jungle Cup niet al te best. Hmm. Of voor de Ultra League, dus, geloof ik, zal die er nog tussen. Ja, ja. Ja. Um, maar uh, het gaat nu op zich wel oké okay nog steeds. Ik ben terug bij af. En met terug bij af bedoel ik... Ik ben echt terug naar mijn allereerste succesvolle team. Uh, de Met uh, Victory, uh, Shadow Victory Bell? Ik had Shadow Victory Bell. Maar die heb ik uiteindelijk alsnog omgewisseld voor Tropius. Omdat ik toch merkte dat die het toch net te verbeter doet. Uh, omdat die mm. van een Azumarill een Ice Beam kunt, kan overleven. En dat kan Shadow Victory Bell eigenlijk niet. Um, dus ik heb door uh, uh, Tropius en Cottony met Charm um, weer als team. En dat gaat tot nu toe best oké. Okay. Ik sta inmiddels op, op 2881. Cottony of is mijn Cot? Sorry, Whimsicott. Ja, of ja. ja je hebt gelijk. <laughs> ja, ik wil zeggen, Cottony kan toch niet 1500 worden? <laughs> heb ik iets ja, gemist? <laughs> ja. nee, het is Cottony van 500 CP. Ja, nee, uh, nee Whimsicott inderdaad. Je hebt gelijk. Ja, dus uh, dubbel gras uh, met bestiodon. En uh, dat, dat werkt eigenlijk uh, ja, momenteel in ieder geval heel lekker. Ik zit er echt op te wachten totdat hij niet meer werkt, maar goed. Uh, tot nu toe gaat hij best wel goed. Ik heb al twee uh, giratina um, Altered uh, uit, uh, uit mijn Cobattle League gehaald. Dus. Oh ja, dat is vanaf gang 1 of vanaf twintig? Vanaf twintig. Oké, okay, dus ik ga ja. dat nu ook uh, krijgen als ja. het mee zit. Ja, oh. klopt. Helemaal, inderdaad. En dat vind ik wel ook heel cool. Dat straks um, de Rift met met hoedje daaruit kan komen. Oh ja, ik hoop dat die okay. ook wel vaker uitkomt. Maar goed, dat gaan we zien. <laughs> ja, nou mooi. Dus eigenlijk alleen maar goede PvP dingen. Ja, zeker weten. Ja, het ging echt als een trein de uh, afgelopen tijd. En uh, ik hoop dat dat, uh, nou ja, dat dat zo doorgaat. Ik zou het helemaal heel fijn vinden om, uh, om, om Legend te halen zo vroeg in het seizoen. Want dat is me nog nooit gelukt. Nee, meestal maar, uh, als je er bijna bent ben, dan... Uh, ja, dan, dan, dan ga dan ik weer weinig. heel hard omlaag. Ja... <laughs> yeah. Ja, dat. Ik, ik heb de Halloween cupper nog even bijgepakt van wat is daar dan goed. Uh, want die begint natuurlijk komende vrijdag. Mm -hmm. uh, even op volgorde van 1 tot 10. Op 1 staat Mandybus. op 2 Golbat, 3 Azumarill XL, op 4 Queen, op 5 Queen Shadow, op oh, 6... Dat vind ik wel interessant, dat gewone Queen beter is. Ja. Had ik niet verwacht. Qua aanvallen maakt het niet uit, maar uh, het, uh, hij heeft een score van 92.2 voor de gewone en 91.4 voor de shadow. Ja, dus, precies. Uh, ja, die kan net uh, een bepaalde Pokémon wel aan die de, de shadow niet aan kan. Nee, precies. Dan uh, Beedrill, Shadow staat op 6. En Alola Nightteal staat op 7. Um, Warmadam op. Uh, Trash op XL moet ik zeggen op 8. Hm. Uh, Mawile op 9. En Crystal op 10. Oké, okay, cool. Ja, dus... maar Mawile is niet de shadow. Nee. Oh, wow. Ook dat vind ik best wel verbazingwekkend. Ja, dit is PvP hè, maar dit is over ja, algemeen ja, het algemeen redelijk betrouwbaar. Dit is wel dus... een goede. Ja. Nou, ja. oh, ik zie nu trouwens wel dat ik een, een female Nidoran rang 5 heb voor uh, Great League, dus hmm. wie weet. <laughs> Ja. Wie weet als het echt niet gaat met uh, de gewone, gewone Great League, dat ik dan Halloween Cup ga doen. En ik vrees dat ik ook een beetje gedwongen word om Halloween Cup te doen met die quest. Maar ja. we gaan het meemaken. Ja, dus nou dat eigenlijk voor, uh, voor dat. Als jullie daar vragen over hebben de voorkomende week, uh, dan, uh, dan uh, stuur die ook maar in. Ja, sowieso. Ja. En, dan en natuurlijk we... ook de ervaringen uh, met, met PVP, dat vind ik altijd super, uh, super interessant. Ja. Wat werkt, yes. wat niet. Um, hoe hoog ben je qua scoren? Vind ik leuk. Ja, is leuk. Zeker. Dat horen we graag. En dan zijn we er, denk ik. Ja, ik denk het wel inderdaad. We hebben evengoed nog een redelijk lange podcast... ondanks dat er niet zoveel nieuws was en gewoon nul vragen. Maar we hebben natuurlijk jouw preview erin zitten. Ja, en we hebben in het begin volgens mij echt al tien minuten zitten... voordat we echt begonnen. Um, en ik weet Met slapgauwe meer... hoer. Ja, we hebben best wel, wel slapgauwe ja. hoer gehad. Ja, precies. Ja, oh, misschien nog wel leuk om te vermelden. Uh, komend weekend is Made in Asia. Uh, een beurs in Gorkum. En daar komt de originele Engelse stem van Ash naartoe. Ja, dus, ik had uh, gelezen, ja, inderdaad. Ja. En ik hoorde vandaag dan weer, want op die. Uh, op dat evenement waar ik was, uh, is dat er veel meer Pokémon dingen te doen zijn. Maar dat hebben ze mij niet gestuurd. Uh, maar hij vertelde dat er bijvoorbeeld ook iets met Pokémon Unite is. Ik weet niet of het echt oh. een toernooi is. Maar uh, Pokémon Unite is ook ja, speelbaar en zo. Volgens mij wilden ze daar een klein toernooitje mee gaan doen of zo. Oh, dus, grappig. Ja. Uh, wat, wat andere Pokémon-activaties in ieder geval. Dus, uh, geinig, dus, ja. geinig. Maar dat is twee dagen? Ja. Ja. Ja, en ik had er een stand kunnen hebben, maar dat vroegen ze vandaag pas. Ja, dat is oh. echt te lang. <laughs> ja. dus, uh, we staan waarschijnlijk wel weer op Dutch Comic Con. Dus uh, ah, okay, cool. met mogelijk ook een Pokémon stand, dus uh, dat is wel inderdaad uh, cool. Ja, nou, Gorkum is voor mij uh, uh, bijna anderhalf uur rijden. Ja, het is, uh, het is in de buurt van Dordrecht en zo. Ja, ja een beetje. Het is, uh, uh, het is niet om ja. de hoek. Nee, <laughs> snap ik. Oké, okay, nou mooi, dan zijn we er wel. Uh, dan um, wil ik jullie. Hier... In ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie nu dus ook begrijpen waarom we pas nu om drie uur online staan. En uh, weet het, mensen die me nu straks nog allemaal vragen gaan sturen? Wat komt er in podcast vandaag? <laughs> ja, daar kan ik nu niet tegen zeggen nee, ik kom pas om drie uur. Maar dan weten jullie dat alvast. Dat, uh, yeah, dat is wat het is. Ja, inderdaad. Nou ja, dat, Inderdaad, ook voor mij uh, bedankt voor het luisteren. Uh, kijk nog even op mijn, uh, mijn Instagram naar mijn nieuwe foto's. Zeker Pokémon Go PXNL, voor de mensen Leuke die nu twisten. Uh, en um, ja, tot volgende week weer. Yes, tot dan. Bye. Doei.